Obgleich ein bekanntes Sprichwort sagt, Hoewel een dass die bekend Wahrheit spreekwoord keine zegt dat de Gesetze waarheid geen wet nodig heeft om zich staande te houden, krijgt nu ook het Griekse volk een nieuwe wet die het logenen van de Holocaust of andere volkerenmoorden zwaar strafbaar maakt. Het Griekse parlement heeft met andere woorden een nieuwe zogenaamde antiracismewet aangenomen. Wie in het vervolg dus de Holocaust enkel met woorden in vraag stelt, moet rekenen met een straf tot 3 jaar hechtenis of een hoge geldboete. Ook wie oproept tot geweld tegen personen of hun etnische afkomst of seksuele oriëntatie, moet volgens de nieuwe wet rekenen met dezelfde straffen. Met de nieuw gelanceerde antiracismewet moet, volgens de Zwitserse radiozender SRF1, vooral kunnen worden opgetreden tegen exponenten van de zogenaamde rechtsradicale partij Gouden Morgenrood. Deze wet is terug te leiden tot het jaar 2012, toen er gechoqueerde stilte heerste in het Griekse parlement. Met het oog op de uitzichtloze financiële crisis van eind 2012 las een parlementslid daar hardop voor uit de omstreden protocollen van de Wijzen van Sion. Het ging daarbij om Ilias Kazidiaris, de spreker van de Griekse NS-partij Gouden Morgenrood. Evenwel niemand van de andere partijen, nog van links, nog van rechts, zou zich toen op de een of andere manier boos hebben gemaakt. Er zou, volgens ooggetuigen, alleen een absolute en pijnlijk getroffen stilte hebben geheerst in het parlement. Het destijds actuele gebeuren in Griekenland, dat wil zeggen de toen met alle kracht uitgebroken financiële catastrofe door de wereldwijde financiële crisis, werkte zo chockerend in het licht van deze officieel verboden geschriften, dat zelfs de politieke aartstegenstanders van Gouden Morgenrood geen weerstand boden aan hun voorlezer van de protocollen. Ook de hoogste kerkelijke leider van het land, de metropoliet van Piraeus Serafim, beschuldigde toen ongeremd de zogenaamde Zionisten op de openbare televisie, citaat, nog andere schanddaden in het land te hebben veroorzaakt. Serafim uitte in Mega-TV dat, citaat, een Zionistische samenzwering plaatsvindt die Griekenland en het orthodoxe christendom tracht tot slaven te maken. Het Europese ministerie van Buitenlandse Zaken van de Zionistische loge van Hoge Graad en machtscentrale Pnebris veroordeelde toen het voorlezen van protocolteksten in een Europees parlement heftig. Het zei, een teken van morele corruptie en verval dat men niet lichtvaardig mag accepteren. Het zwijgen dat de voorlezer werd betoond was meer dan erg. Wat de maat wel definitief vol mag hebben gemaakt, is de omvangrijke analyse van 1000 pagina's van een zekere Johannes Roodkrans van Pro Fide Catholica, die met zijn bewering over een geplande financiële crisis bij de Grieken natuurlijk de meest centrale zenuw moest treffen. Roodkrans liet toen iedere Griek verstommen toen hij schreef, ik citeer, ondertussen speelt de nog steeds controvers beantwoorde vraag naar de oorsprong van de Zionistenprotocollen eigenlijk helemaal geen rol meer met het oog op het verloop die de wereldgeschiedenis in de afgelopen 100 jaar heeft genomen. Een heel nuchtere vergelijking van de in de protocollen meer dan 100 jaar geleden gedocumenteerde politieke toekomstplannen met de politieke toestand in de wereld nu werkt als een schok. De overeenstemming van het destijds geplande met het heden bereikte is bijna perfect. De nieuwe antiracismewet zou soortgelijke uitingen in het openbaar niet alleen voor de partij Gouden Morgenrood in Griekenland in de toekomst moeilijk kunnen maken. De vraag blijft, voor wat en voor wie zijn menings- en spreekverboden in het algemeen nuttig met het oog op zulke belangrijke thema's?